Een hele goede morgen. Wat leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe vlog. Vandaag gaan we uitchecken uit dit hotel. We verlaten Polen en we gaan naar Duitsland. We gaan naar Berlijn. En nou, wat vond ik van dit hotel? Hampton bij Hilton. Kamers waren schoon. Bedden lagen lekker. Ik vond het een heerlijke douche. Het ontbijt was ruim. Veel keuze en smaakt ook lekker. Dus Hampton bij Hilton in Oswegium. Zeker een aanrader. En dan nu op naar Berlijn. Inmiddels aangekomen in Berlijn in ons hotel. Een zeer hartelijk ontvangst gekregen hier bij de receptie. Tuurlijk. Nou, slecht ik en nooit. Ik denk niet dat die man zin had in zijn werk vandaag. En nou, we komen in de kamer. En het eerste wat ik jullie laat zien is onze kussens. Let op, hè. Ik ga het even liggen voor jullie. Kijk, we gaan liggen. Let op mijn hoofd. Het zakt helemaal weg in het kussen. Dat is echt drink. Ik ben blij dat in de auto mijn eigen kussen ligt. En ik zal jullie ook even de kamer laten zien. Oeh, dat is Chris. Hoi. Die ligt te chillen op zijn... Pas je wel helemaal op het bed? Oh, net dan. Oh ja, net dan. Maar hier moeten we dus samen op liggen. Dus het wordt wel knus. Maar dit is dus de kamer. Het is een beetje knusjes. Laat het positief insteken. Dus knusjes. En de badkamer, die kan je ook wel knusjes noemen. Kijk, het is wel even iets anders als in Polen. Maar weet je, het mag de pret niet drukken. We gaan zo dadelijk Berlijn in. En we maken er gewoon een leuke tijd van. Dus blijf vooral kijken. Ik ben helemaal vergeten jullie het uitzicht te laten zien. Het is echt onbeschrijfelijk mooi hier, het uitzicht. Ik ga het jullie ongekend. En let op. Hier... vanuit onze kamer. Het uitzicht. Maar ja, wat wil je als je midden in de stad zit? Zou een beetje raar zijn als je dan midden in een bos zit. Dat zou een beetje raar zijn. Metro hebben we ook weer overleefd. Het was wel twee haltes. En we zijn nu in de buurt van Checkpoint Charlie. En voor degenen die het nog niet kennen, dat met de Koude Oorlog te maken. Net na de Tweede Wereldoorlog is Berlijn in vier delen verdeeld. Dat Engels gedeelte, Frans gedeelte. Amerikaanse gedeelte en het Russische gedeelte. En de Russen dachten, weet je, we gaan helemaal onze eigen stijl inrichten, lekker communistisch. We sodemieteren een muur dwars door Berlijn en dat is ons gedeelte en daar blijft voor de rest iedereen uit die het niet eens is met onze gedachten. Nou, Checkpoint Charlie is zo'n overgebleven restant. Daar komt het Amerikaanse gedeelte naar het Russische gedeelte en daar gaan we nu dus heen. Hier is Checkpoint Charlie en aan deze kant was het Amerikaanse gedeelte en aan deze kant was het Russische gedeelte. En dan hier, dit was militaire vrije zone en dan hier de overgang naar Amerika. Nou, een beetje cultuur, tijd voor een pilsje. Oh, je bent aan het filmen? Ja, Niels, ik ben aan het filmen. We gaan het scheet laten. Kunnen de mensen thuis, wat zit je in scheet te laten? Keihard hoorde die niet. Nee, hoor. Hebben jullie het gehoord? Als je het hebt gehoord, geef een duimpje. Geef een duimpje. Hij ziet weer een lijkmateriaal, hoor. Ja, jij zit de likes aan te jagen, letterlijk. Ja, maar anders dan. Ik jaag wat anders dan. Maar wij gaan genieten van een biertje.
Ja, Hofbrau. Wirtshaus Berlin? Ja, die. Nou, ik ben benieuwd. Hé, hey, de andere kant. Ik ga een foto van maken. Ervoor. Dat niet verwacht. Nee, dat is nieuw, zeg. We zijn nu bij de mooiste plek van Berlijn, namelijk bij Hofbrau. De Hofbrau komt uit München en uit München komt alleen maar goeds. Ja, dat dus. Dus we gaan nu lekker een hapje eten, slokje drinken bij Hofbrau. Zo, de eerste dag in Berlijn zit erop. En het was een gezellig avondje, maar dat konden jullie natuurlijk zien. En we zijn er nu wel een beetje klaar mee, dus we zijn een beetje moe. Dus wij gaan lekker slapen. Op naar een dag. En nog een dag Berlijn. Maar voor nu is deze vlog in ieder geval voorbij. Vond je hem leuk? Vergeet dan niet een duimpje te geven. Je kan je ook abonneren op ons kanaal. En druk dan ook op het belletje, dan krijg je een melding als we een nieuwe vlog online gooien. En reacties kunnen we ook altijd waarderen. En je kan ons ook volgen op Instagram. Dat komt nu in beeld. En dan wil ik alleen nog jullie ontzettend bedanken voor het kijken. En tot de volgende vlog. Doei doei!